Green Vibes. Mijn naam is Angelique. Zometeen een nieuwe liefdesreading voor het teken van Steenbok. Lieve Steenbok, ik hoop dat het goed met jullie gaat. Kijk ook altijd je maan, ascendant en je Venus teken. Laat het los als het niet past. Maak het niet passend. Kijk dan eventueel, wat ik al zei, je maan, ascendant of je Venus teken. Ja, we gaan eens kijken, Steenbok, wat we mogen weten op liefdesgebied. En daarvoor ga ik een themakaart. Of een uitdaging. Heden, verleden, toekomst. En dus nog twee andere decks. Voor de lieve Steenbok. Wat mag ik ontvangen? Als uitdaging. De 7 van staven. Wauw, de 7 van staven is ergens dat je je misschien ergens staande in moet houden. Misschien is er afgunst of weerstand van mensen. Of misschien van personen. Dat kan een uitdaging zijn. Dus misschien dat mensen jaloers zijn. Misschien is er iets waardoor jij dus jezelf moet staande houden. Of jezelf moet overtuigen. Dus dat kan een uitdaging zijn op dit moment. In het verleden de 3 van staven, de 10 van munten en de 2 van cups, oké. Even zo neerleggen. En dat nu heb ik hier de 3 van cups, de 7 van munten en de 10 van zwaarden. In de toekomst heb ik hier de 2 van staven, de 9 of cups en de 9 of wands. Wauw, wat gebeurt er? Onderop het dek heb ik de knight. Swords. Oké, lieve Steenbok, wat ik voel op dit moment, is er iets in je leven, wat ik al zei, waar je je staande in moet houden? Misschien dat je jezelf moet verdedigen in een situatie. In het verleden zie ik hier de 10 van munten, de 2 van staven, of de 3 van staven, sorry, en de 2 van cups. Wat ik voel is dat je ergens een besluit in hebt gemaakt. Misschien dat je vol passie bent gegaan en eigenlijk jezelf hebt ontwikkeld op financieel gebied. Kan zijn met een gezin. Of in ieder geval heb jij de keuze genomen ergens afstand van te doen. En ik zie een liefde. Of dat nou karmisch is of een spirituele connectie. Of misschien beide. In ieder geval zag ik best wel veel stabiliteit. En dat kan dus wat ik al zei op liefde of op financieel gebied zijn. In het nu heb ik hier de 7 van munten, de 10 van zwaarden en de 3 van cups. Het kan zijn dat er ergens dat je aan het ondernemen bent of dat je iets wilt gaan creëren waar je geduld in moet hebben. Dus het kan zijn dat je ergens niet echt geduldig in bent. En ik zie dat jij hele zware karmische lessen aan het doormaken bent. Het kan zijn dat je met vrienden, familie gezellig aan het drinken bent. Of misschien te veel aan het drinken bent. Maar in ieder geval is er iets waar jij geduld in zou moeten hebben. Om dus een karmisch deel in je leven los te laten. Het kan zijn dat je in de rug gestoken bent. Of dat mensen iets hebben gedaan waardoor jij, moet ik het zeggen, weer moet geloven in jezelf. Dat is wat ik voel. Deze vrouw kijkt een beetje ontevreden. Die kijkt naar die munten en die wacht eigenlijk op de oogst. Dat is wat ik zie. En dan in de toekomst ga je eigenlijk weer terug naar de 2 van staven. En dat kan dus te maken hebben dat er liefde op je pad komt. En dat kunnen het meerdere personen zijn. Want ik heb hier de Knight of Swords. De allemaal aanbiedingen. De een gepassioneerd. De ander is chaotisch. En de ander is liefdevol. Het is allemaal. En het kan dus zijn dat jij dus niet goed weet wat je wilt. Of je weet het wel. Alleen je weet niet goed hoe je richting moet bepalen. Want je hebt wel een visie, maar je houdt je eigenlijk nog vast aan het verleden, aan iets. Dus ik weet niet wat dat kan zijn, maar dat ga ik zo meteen vragen. Ja, en dan die Knight of Swords. Dat is een chaotisch, ongeduldig persoon. Dus het kan zijn dat je ongeduldig, dat je niet ongeduldig moet zijn. Maar moet afwachten. Flirten heb ik hier, ja. Het kan zijn dat je dus met meerdere personen te maken hebt die gewoon aandacht van je willen. En romantische gevoelens heb ik nog onderop. Wauw. Oké. Nou, ik ga de verdieping in. Ik wil weten wat die 3 van staven zijn.
Waar heb je voor gekozen? Want je hebt iets vrijwillig in je leven afgesloten. Weer de 7 van munten. Kan zijn dat je met een stier, steenbok of maagd te maken hebt gehad. Waar iets toxisch aan zat. In ieder geval zag ik weer de 7 van munten. Misschien dat je geduldig moet zijn met iemand. Of iemand geduldig met jou. Maar ik zie in ieder geval dat er ergens groei in was. Maar tegelijk ook toxiciteit. De persoon, de koning van munten, is iemand die dus niet goed over gevoel kan praten. Erg stabiel is, dat wel. Materialistisch ook vaak. Maar ja, het lastig vindt om dus zich te openen. De duivel, dat wil ik nog wel even. Wat is die duivel? De 4 van zwaarden, de toren en de hermiet. Kan dus zijn dat je hebt moeten afsluiten van iets. Want je was emotioneel gewond, is wat ik voel. Misschien vond je het lastig om soms de rust in te gaan. Of heb je voor rust gekozen om eigenlijk aan jezelf te werken. Want er is chaoticiteit geweest. En dat kan dus met iets toxisch te maken hebben gehad. Dan moesten dingen worden veranderd. Of het is de bedoeling dat de dingen moeten worden veranderd. Om dus eigenlijk tot inzicht te komen. Om dus ja aan jezelf te werken. Op zielsmissie te gaan. Om te kijken hoe ver je al bent gekomen. Het kan ook zijn dat je een cursus bent gaan volgen. Of dat de bedoeling is dat je dat deed. Zoiets. De 10 van coins. Wat mag ik daarvan weten? De 3 van staven. Ja. Het kan zijn dat jij dus emotioneel, dat je in verwarring was. En dat kan dus met stabiliteit te maken hebben gehad. Dus dat, ja, een traditie in ieder geval. Maar weer de 10 van zwaarden. Dus je hebt veel mee moeten maken in het verleden. Maar ik zie het nu ook nog. Dus dat is iets nog wat aan je kleeft. Er was een verwarring, want ik heb hier wel de 3 verstaan. Dus je bent wel doorgegaan, ook al was er verwarring, keuze. Waar kies ik voor? En het kan dus met de liefde te maken hebben gehad. Dat je dus meerdere opties had. Of dat je het gevoel had, ja, dan ligt hier weer de 2 verstaan. De ridder van zwaarden weer. En de 3 van zwaarden. Ja, je hebt ergens hartpijn van gekend. Kan een chaotische energie zijn. Misschien ben je weggerend van iets wat gewoon je heel veel verdriet heeft gedaan. Dat heeft je wel lang gekost. Want ik voel dat er misschien nog een andere iets was of liefde of iets waarvan jij voelde dat er meer potentieel in zat. Maar ja, durfde niet goed de stap te nemen. Het kan dus zijn dat je een hart over pijn beslissing moest nemen. Maar wat ik voel is dat er dus iemand tegen de stroom inging. Misschien niet goed heeft nagedacht. Maar heb veel pijn gekend. Dus wat ik zie. Misschien nu nog wel. Dus die 3 van cups. De krachtkaart. De hoge priester. En de 8. Kan zijn dat er iemand in je omgeving is. Van je vrienden misschien. Of kennis of familie. Die jou heel veel kracht geeft. Of dat er. Ja, dat de personen jou er doorheen helpen. Wat ik zie is dat je op onderzoek uit bent met de hoge priesters. Kan wel dat je je kennis wil overdragen of er is iets met een huwelijk. Misschien is er een third party, kan ook, maar dat ja, kan voor een paar gelden hoor, dat hoeft niet. Maar ik voel meer dat je de kracht vindt om dus aan jezelf te werken. Want ik heb hier de 7, maar het kan dus zijn dat je dus wat ongeduldig bent. De 7, nieuwe cycle. Ja, de 9 van zwaarden en het oordeel. Ja, er is ergens een bevrijding in. Ik heb hier het oordeel en ik heb de wereld en de 9. Je bent misschien ongeduldig omdat je graag had gewild dat dingen misschien al sneller van de grond kwamen. Is wat ik voel, maar het oordeel heeft alles te maken met een bevrijding, een verlossing, verantwoordelijkheid nemen van karmische delen. En eigenlijk een bevrijding vinden ergens in. En daar ben je nu mee bezig, maar omdat jij best wel emotioneel gewond bent, of bent geweest, of nog steeds bent, is wat ik voel, vind je het soms lastig. En ja, zie de 8 van beken, is de schildknaap van munten en de aas van zwaarden. Dus het is belangrijk om je ergens emotioneel van te distancieren, zodat je eigenlijk weer een nieuw begin of een nieuw helder idee kan krijgen. Zodat je ook plannen kunt maken om dus oude cycles af te sluiten en weer opnieuw te beginnen. Om dus helderheid te krijgen, helderheid in je hoofd. Misschien is het verstandig om een cursus te gaan doen. Of misschien komt er iemand op je pad
die jou dus gaat helpen. Misschien ja, een betrouwbaar aanbod krijgt van iemand. Of in ieder geval het begin van iets nieuws wat, ja, nadat jij emotioneel ergens van wegloopt. En dat kan dus van karmische delen zijn. En dat kan alles zijn, hè. Karmisch, dat hoeft niet per se een relatie te zijn. Maar dat kunnen ook karmische delen in je, ja, gewoon werk of ja, dingen die je hebt mee moeten maken om dus daarvan te groeien. Maar ik zie dus dat je een dapper besluit neemt om dus ergens weg te gaan. Vrijwillig eigenlijk iets achter te laten. En angst en traumatische stukken eigenlijk alleen oplossen. En soms moet je even alleen staan om dus gewoon te zien waar je staat. En ja, weer opnieuw beginnen. Zodat je weer overwinning kan vinden. Of dat nou in de liefde is of andere dingen. Ik wil wel eens weten wat de 7 van staven zijn. Ja, de 8 van zwaarden, de ridder van staven en de 9 van munten. Wat ik voel is dat er je veel in je hoofd zit, dat je soms geen uitweg kent. Dat heeft te maken omdat je misschien independent wil zijn. Dat is een uitdaging om dus je vrije, jezelf te laten zien. Maar je bent soms veel te veel in gedachten. En het kan dus zijn dat mensen een oordeel over wil hebben. Of ergens concurrentie inzien. Of hoe moet ik het zeggen? Afgunst. Mensen bieden weerstand tegen jou. Daardoor ga jij in je hoofd zitten. Dat is een uitdaging om eruit te komen. Om je te laten zien. Om dus te laten zien wie je bent. Lieve steenbok. Om dus te laten zien dat je gewoon goed bent. Innerlijke vrijheid. Wat mag ik weten over de 2 van ja. Ik zie hier de 10 van bekers. De 3 van bekers omgekeerd. En de 4 van bekers. Het kan zijn dat je ergens emotioneel niet gelukkig van bent. Misschien ergens passief in bent. Of niet de liefde ziet die er misschien wel is. Maar ik zie meerdere personen weer. En deze lag nu omgekeerd. Dus dat kan voor een third party staan. Misschien weet je niet goed waar je staat ergens in. Wil je het geluk graag hebben? Heb je wel een visie? Wil jij gewoon dit? Want ik zie een beetje, dat voelt een beetje zo van mij als ik die kaart zie. Je ziet die wereldbol en je ziet hier die 10 van cups. En wat ik voel eigenlijk dat je ziet in die wereldbol dat je dit graag wilt. Die emotionele vervulling. Maar er kan dus iets zijn waardoor dit of tegenhoudt, of er is iets waardoor je het niet krijgt, of er speelt iets waardoor jij misschien niet de liefde. Je ziet hier die regenboog, maar zij ziet het niet. Dus er is ergens liefde in, maar het voelt of is het niet genoeg. De Knight of Cups, Justice, gerechtigheid, victory en de Ace van Munten. Het kan zijn dat je ergens te maken hebt met iemand die je liefde wil aanbieden. Maar er is ergens een balans. Zou moeten worden opgemaakt om dus victory en groei te krijgen. Kunnen 2 personen. Ja, ik voel 2 of zelfs 3 personen. Die misschien jou een aandacht vragen. Waar één van hen misschien wel. Waar jij iets mee wilt gaan opbouwen. Of waar jij victory in wilt. Wat is die Knight of Wands? De 7 van zwaarden, Maria. Ja. Oké. Ik zie dus 2 personen. Want de 1 zit misschien nog in een karmisch deel. En de ander is een playerfiguur. Is wat ik zie. Want de magier ligt hier omgekeerd. En dat is niet oké. De magier omgekeerd kan manipulerend zijn. Dus het kan zijn dat het misschien iemand is, een playerfiguur. Of iemand die emotioneel niet volwassen is. En maar die wel alles eigenlijk zegt om jou te winnen. Maar eigenlijk niks waar maakt en daarna weer wegsneakt. En dat zorgt voor conflict. Het kan conflict zijn met de persoon. Maar het kan ook conflict zijn in je hoofd. Omdat je gewoon niet goed weet waar je soms staat met die persoon. Is wat ik voel. Wat mag ik eigenlijk weten nog over die King of Swords? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd van. Ja, weer conflict. Dus, en de Magier onderop en de Duivel. Wauw. Daaronderop wel weer de Ace of Cups en de Hierophant. Dus er is iemand, misschien van je vrienden, kan, waar jij een connectie mee hebt, is wat ik voel. En er zijn andere personen in je omgeving waar je gewoon niet veel mee kan. Dat is een beetje wat ik zie. De 4 van Munten. De Keizer.
En de ridder van munten. Ja, wat ik voel is dat het dus een persoon is die dus niet helemaal eerlijk is over zijn of haar gevoel. Trage energie. En hier zie ik heel snel. Dus het kunnen ook, wat ik al zei, meerdere personen zijn hoor. Maar ik zie natuurlijk ook flirten. Dus het kan zijn dat je flirt met meerdere personen. Misschien aan het daten bent. Of misschien op Tinder. Of noem het maar ergens op dating site. Zoiets. Maar ik zie in ieder geval één persoon brengt conflict. Die is niet eerlijk over zijn of haar gevoel. Is sneaky, is ontrouw. Is gewoon niet eerlijk. Maar goed, nou het advies. Wat mag ik weten? Het advies voor de lieve steenbok. Oeps. Nou, dat is heel veel advies. Het advies voor de lieve steenbok. Nee, ik ga toch het andere dek pakken. Wat is het advies? Emotioneel ergens van weglopen. Ja, zie. Oude honden helen. De King of Cups. Er is een King of Cups. Het kan dus deze persoon zijn. Maar het is belangrijk om dus, wat ik hier af voelde, om je ergens van te distancieren wat niet meer dient. Er is iemand die veel liefde voor je heeft. Iemand die wel emotioneel volwassen is. Kan een waterteken zijn. Maar in ieder geval zie ik dat je het lastig vindt om misschien op rustig vaarwater te komen. Maar het gaat je lukken zodra je dus emotioneel je distancieert van iets wat niet meer dient. En daardoor eigenlijk het geluk gaat vinden. En misschien ga je een verhuizing door. Misschien ga je verhuizen. Maar het kan ook een verhuizing in je hoofd zijn. Dus de gedachte omzetten van die 8. Ja, ik ga eens kijken of ik nog een kaartje mag trekken van dit dek. Wat mag ik nog weten voor de lieve steenbok? Ja, nieuw beginning. Een nieuw avontuur wacht voor je. Embrace it, dus laat het toe en droom je dromen passioneel. Heel mooi. En het kan zijn dat mensen jaloers zijn op je. Dat is wat ik hierbij voel. En dat is lastig om je staan, dat is een uitdaging. Maar sta je mannetje of vrouwtje. Want kijk, zie al dat vuur achter haar. Zie die staaf die ze beet heeft. Dus is bereid om op te staan en ook gewoon te vechten voor haar idealen. Dat is ook een beetje wat ik voel. Want je verdient het, lieve steenbok. Je verdient het. En je verdient niet iemand die gewoon maar met jouw gevoel speelt. Want dat, nee. Maar er is iemand die wel veel liefde heeft, is wat ik zie. En die dat ook wil aanbieden, wat tot veel groei en victory kan leiden. Maar er zit wel een karmisch deel aan, is wat ik zie. Dus iemand zou oude delen nog moeten worden. Moet worden afgesloten. Of jij dat dan bent of de persoon. Maar er is iets waar een balans in zou moeten worden opgemaakt. Misschien ook verantwoordelijkheden of strubbelingen doormaken of loslaten. Na een karmische relatie. En dus een balans daarin vinden. Lieve steenbok, mocht het resoneren, laat het me weten. Doe een duimpje omhoog. Abonneer, mocht je nog niet geabonneerd zijn. Daar help je mijn kanaal natuurlijk mee groeien. En onderin de comments misschien een lief berichtje. Dat zou ik erg leuk vinden. En dan hoop ik jullie natuurlijk snel weer te zien in een van mijn andere